Hele mooie auto. Ja, hij is bijna ongeluk. Ik dacht, wat deed hij nou, Hel? Ja, maar hij gaat het niet. Gewoon nee, ja, gewoon klap hem er zo voor. Nou, dat heb ik ook nog geregeld, hoor, in Groningen. Ja. Dat ik in de verkeerde baan sta, of... Ja, dat is voor een Fries heel erg. Hij is groen, hoor. Hij wordt niet groen. Hij wordt niet groener. Volgens mij gaat hij ver... Ja, je bent automaat gewend, hè? Nou, ik ben mijn auto gewend. Ja. Best. Voel je je ook een beetje bekeken? Ja. Zo, we hebben het opgenomen. Oh ja, shit. Wat weten anderen over jou wat ze thuis niet hoeven te weten? Ja, ik zeg thuis al, ik wil niet weten wat de kinderen, buiten huis doen. Dat weet mijn vrouw ook niet, dat wil ik soms ook niet weten. Ja, ik denk dat die voor mij juist weer makkelijker is. Waarom? Omdat ik gewoon nog lekker thuis woon natuurlijk. Ja. Dus ik heb nog gewoon mijn ouders en die weten absoluut niet waar ik allemaal doe op mijn werk. Nee, moet je ook zo houden, denk ik. Ja, dus sommige dingen moet je gewoon op het werk houden. Ja, papa snel de volgende. Richard, wat doe je nu anders sinds je met Daniel werkt? En wat heeft je geholpen in je werk? Weet je, ik krijg altijd ontzettend veel energie van jou. Weet je, je bent jong. Je kijkt er heel anders in het leven dan mij. En ja, ik word er gewoon heel vrolijk van. Dan denk ik van ja, verdorie, zo kan het ook. Ja. Oké, okay. Dat is wel heel mooi. Daar was ik eigenlijk ook best wel nieuwsgierig naar. Inderdaad. Ja. Welke eerste indruk maakte ik op jou? Oh, dat weet jij wel, hè? Dat weet ik heel goed. Ja. Oh. Jouw eerste indruk. Nou, de eerste indruk was... deze wil ik graag in mijn team. Terwijl mijn collega zei, die wil ik absoluut niet. Wat een arrogant iemand. Jongen. Je doet net of jij de hele wereld aankan. Alles is mooi en je kunt alles. Dat heeft wel goed uitgepakt voor jou. Uiteindelijk wel. Ja. Wat maakt jullie samenwerking succesvol? Ik denk sowieso inderdaad dat we die klik hebben. Die hebben we. Dat durf ik wel te zeggen. Ik denk dat we vrij snel elkaar aanvoelen waar we zitten. Ja. En als er ergens irritatie is, weten we dat ook heel snel van elkaar. Ja. Dus dat is op zich heel positief, denk ik. En het leeftijdsverschil. Ja. Ja, ik denk... En dat maakt ook voor de klant best wel een... ook wel een leuk team. Ja. Ik denk van, hey, je hebt een senior en je hebt een jonge hond. Ja, zo mag ik, ik denk dat je het zo wel kan zeggen, ja. Hij is leeg. Hij heeft niks voor terug. Nou, dan kunnen we nu over het werk hebben. Ik zie dat in ieder geval niet als een belemmering om jonge medewerkers op te leiden, kennis te overdragen. Ik vind dat makkelijker dan een oude medewerker die al bij een ander bedrijf gewerkt heeft. En dan, maar bij ons doen we dat zo en zo en zo. En dit. En ja, een jonge medewerker weet het gewoon niet. Dus ik denk dat het sneller gaat. Ja. Prachtig. Ja, heb ik gelukkig wel geen last van inderdaad. Ja, jij niet. Je bent wel een beetje arrogant, maar goed. Ja. Dus heel vaak zeggen ze van als vader en zoon. Maar dat had zo kunnen zijn natuurlijk. Hè? Ja. Dat is mooi. Ja, dat heb je.